De commissie Brede Welzijn voor de Mens met een Beperking is gisteren door president Chandrika Prasad Santokhi officieel ingesteld. De commissie is belast met het aanpassen van de wetgeving in relatie tot de mens met een beperking, zodat Suriname in lijn is met de regelgeving van het VN-verdrag in zaken rechten van personen met een beperking. Het initiatief voor het instellen van de commissie komt na een noodkreet van de organisatie Wang Okasi. Deze organisatie die komt op voor de belangen voor de mens met een beperking. Het is de bedoeling de zelfstandigheid bij mensen met een beperking zoveel mogelijk te stimuleren. Op het gebied van onderwijs zal een speciaal curriculum worden ontwikkeld voor studenten op middelbaar en hoger niveau. Er is ook gedacht aan het creëren van huisvesting en werkgelegenheid. Verder zal gewerkt worden aan de verbetering van de medische zorg, zowel lichamelijk als mentaal.